Erik van Zuylen, wethouder in Rusten, hoe voelt dat? Ja, het is heel onwerkelijk. Ik heb natuurlijk net mijn aftreden aangekondigd. En er is heel veel gebeurd natuurlijk de afgelopen tijd. Dus ik voel me nu vooral nogal leeg. En dat besef dat zal denk ik de komende dagen nog wel komen. Hoe groot is voor u de teleurstelling dat uw werk er per direct op zit? Ja, nou ja, de teleurstelling is heel groot. En als wethouder ben je gewoon dagelijks natuurlijk heel erg intensief bezig. Vooral ook met medewerkers, met collega-bestuurders en allerlei mensen om gewoon dingen te realiseren voor de gemeente. En daar had ik natuurlijk heel erg graag mee doorgegaan. En daar ben ik in het afgelopen week ook nog steeds heel veel mee bezig geweest. En dat stopt dan in één keer. Dus dat is natuurlijk zeker heel teleurstellend. Het besluit is natuurlijk door uw fractie genomen. Niet althans de beslissing om de coalitie vaarwel te zeggen. Wat waren uw eerste gedachten daarbij? Nou, uiteraard hebben we daar ook onderling over gesproken. Ik zei het natuurlijk ook net, ik ben ook een van de onderhandelaars geweest. En de basis in een politiek, in een politieke samenwerking is vertrouwen. En dan moet je gewoon weten dat je aan de afspraken houdt. En het is heel duidelijk dat dat nu niet gebeurd is. En daarom snap ik het besluit van de fractie heel goed. En kost het mij heel weinig moeite om me daarbij aan te sluiten. Ondanks die consequenties die er natuurlijk ook zijn. Had u niet liever de rit afgemaakt en dan ondertussen door de zure appel heen gebeten? Nou, nee. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Het is natuurlijk een heel fundamenteel punt. Dat je daar gewoon duidelijkheid over geeft, ook richting de kiezers. En dan kun je gewoon niet verder op dat moment. Dus hoe zuur het ook is, ik sta wel zeker achter deze beslissing. U zei het zelf al, u begon deze raadsperiode als coalitieonderhandelaar. U bent daar geëindigd, u gaat eindigen als raadslid, maar u bent in de tussentijd wethouder geworden. Is in de tussentijd uw visie over woningbouw in de Gnephoek op details veranderd? Nee, mijn visie daarop is niet veranderd. Ik denk eigenlijk dat die alleen maar versterkt is. Als je ook het landelijk nieuws volgt, als het gaat ook om klimaatverandering, over bodemdaling, dan zie je dat er steeds meer kritiek is om juist op dit soort plekken te bouwen, op zo'n laag niveau. Dat is gewoon een heel kwetsbare plek. Mijn overtuiging dat zeker zover in de polder als het nu in de omgevingsvisie staat, dat zeker geen goed idee is. En wat denk ik ook heel erg van belang is, collega Geert van Das natuurlijk steeds zegt, is terecht. Er moeten woningen bij gaan komen de komende jaren. We moeten door kunnen. Alleen de focus die blijft nu steeds maar op die Gnephoek. En we zien dat de provincie daar een heel duidelijk standpunt over inneemt. Dat standpunt zie ik ook niet veranderen. Dus als dat niet verandert, dan hebben we straks helemaal niks. En GroenLinks heeft ook steeds alternatieven aangedragen, bijvoorbeeld in Hoorn-West. En daar wordt eigenlijk nooit niks mee gedaan. En daardoor maken we ons als gemeente, wat mij betreft, ook heel kwetsbaar door steeds meer op die Gnephoek te focussen. U benoemt het standpunt van de provincie die niet veranderd is. Maar wat wel veranderd is in de afgelopen jaren is dat de Tweede Kamer zich actief tegenaan heeft bemoeid. En ook echt wel een signaal heeft afgegeven. Is die kentering nog te stoppen? Nou ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Ik denk zelf dat de Kamerleden ook zeker gevoelig zijn voor de zaken die ik net noemde. En ik verwacht zeker niet dat er zomaar verandering zal komen de blokkade eigenlijk om hier grootschalig te gaan bouwen. U bent gaandeweg deze raadsperiode ingestapt als vervanger van de eerdere gestopte wethouder Leo Maat, die om gezondheidsredenen aftrad. Die periode zou je best als heftig, turbulent, interessant mogen betitelen, hoe je het ook wil noemen. Hoe kijkt u erop terug? Nou ja, het zijn allemaal terechte bewoordingen. Ik ben midden in de coronacrisis begonnen. Ik eindig nu ook met dit gevoelige onderwerp via een beeldscherm. Dat zegt denk ik ook al heel erg veel. Nou ja, ook politiek gezien is er natuurlijk heel veel gebeurd. Als het gaat om de regionale energiestrategie, Theater Castellum, de cultuurvisie.
En ik denk dat het steeds goed gelukt is om toch een weg vooruit te vinden. En ik denk dat we mooie resultaten hebben neergezet. De voorbeelden die u net noemt zijn wel zaken die niet allemaal even vlekkeloos zijn verlopen vanaf het begin. Is dat deels toe te schrijven aan uw onervarenheid als bestuurder? Dat is misschien voor anderen om daar een oordeel over te hebben. Als ik kijk wat ik terughoor van collega's, maar ook van de medewerkers, dan denk ik dat dit gevoelige dossiers zijn waar denk ik niet mogelijk is om daar vlekkeloos doorheen te gaan. En dat zie je natuurlijk ook bij heel veel andere gemeenten. Uiteraard heb ik ook fouten gemaakt in mijn periode, maar ik denk dat dit soort onderwerpen, die gaan nooit vlekkeloos. Welk gevoel overheerst nu bij u? Tevredenheid over wat u heeft kunnen bijdragen of toch de bittere pil die u nu moet slikken? Nou, dat is heel, heel wisselend. Zeker ook naar de warme woorden van de burgemeester en ook natuurlijk de vele reacties die ik ook wel krijg. Gelukkig voel ik ook die tevredenheid. Maar we waren er nog niet, dus die teleurstelling is zeker ook heel sterk. Ja. Tot slot, hoe nu verder? Ja, dat zal de toekomst uit gaan wijzen. Ik denk dat het heel goed is dat er nu de verkiezingen zijn. En ik hoop dat het debat vooral heel erg op de inhoud gevoerd gaat worden. Welke gemeente willen we zijn? Wat voor woningbouw past daarbij? Maar ook bijvoorbeeld, hoe zorgen we dat we die duurzaamheidsdoelen gaan halen? En daarna is het aan de kiezer en dan zien we het verder. En om terug te komen op wat ik eerder aanstipte, ik ging er eigenlijk automatisch vanuit dat u dan weer in de raad terecht zou komen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Net als iedereen die zich kandidaat stelt, is het altijd aan de kiezer. Nee, maar voor nu, voor deze directe periode? Voor deze directe periode kom ik niet terug. Nou, dat is ook natuurlijk nog één raadsvergadering over 3 weken. Dat is op zich niet heel gek ook, denk ik. Dus. Die gaat u gewoon vanuit huis bekijken? Of misschien helemaal niet? Ik ben nog steeds heel erg betrokken bij Alphen en ook bij de politiek in Alphen. Dus ik ga zeker kijken en uiteraard ook meedenken en meehelpen met de fractie van GroenLinks.